Het is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit het overlijden van mijn vrouw en de laatste bestraling in het ARTI in Arnhem. En dat de ambulancechauffeur daar op een gegeven moment voorstelde van hoe gaan we naar Arnhem? Pakken we de toeristische route of gaan we via de autobaan? En het werd een toeristische route, het werd ook nog een uitje. Ik heb mijn werk eraan gegeven, ik ben in de zorg terechtgekomen en ik heb daar zoveel gezien dat ik dacht van ja jongens, hier is gewoon een behoefte. En een heel leuk voorbeeld is misschien het allereerste uitstapje wat we gemaakt hebben. Dat was met 3 personen. En ik zag in mijn huis waar ik werkte, zag ik 3 mensen achter een monitor zitten. En die zaten te kijken naar een beeldscherm, de Graafschap Roda JC. En die stond nog op 0-0. Ik zeg, jullie kijken naar teletext. Ik zeg, wat zouden jullie ervan vinden om eens een keer echt naar de wedstrijd te gaan? Dat kun je toch niet van elkaar. Nou, ik heb contact opgenomen met de Graafschap. Hele sociale club. En die hebben gezegd van, kom die mensen maar eens deze kant op. Dus ik met drie mensen en de eerste 3 vrijwilligers, maar doet er hem toe. En we brachten hem later naar huis. En zegt hij, Jos, kun je vervolgens jouw nieuwe seizoenkaart regelen? Ja, dat zijn gewoon hartstikke leuke dingen. Dat was voor ons een hele grote duw in de rug. En daar zijn we op voort gaan beduren. En er is gewoon iets geweldigs moois uitgegroeid.